De 53-jarige Dutchman was verdacht van in drugs en ook money In juli 2014 wordt Johan van Laarhoven met veel vertoon van macht opgepakt door de thaise justitie. Sindsdien zit hij onder erbarmelijke omstandigheden vast in Thailand. Ja, het is, het is, het is een hel, meer dan een hel. Johan van Laarhoven richt zich vanuit zijn cel ook tot de Nederlandse justitie. Hoe zou u het vinden? Dat u samen met een overledene in een ruimte moet slapen. omdat de bewakers weigeren het stoffelijk overschot te verwijderen. Hoe zou u het vinden dat u regelmatig ziet. dat er mensen door gevangenisbewaarders. met houten knuppels doodgeslagen worden? De Thaise Justitie kwam volgens Pong pas in actie. nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie. in Thailand ging vertellen dat van Laarhoven geld had verdiend. in de drugshandel. en dit had witgewassen in Thailand. Volgens Pong gebeurde dit zonder enige uitleg van het Nederlandse drugsbeleid. Ik vind het een schandalige manier van optreden. En ik vind het buitengewoon onzorgvuldig hoe de Nederlandse staat het Openbaar Ministerie heeft gehandeld. Want ze zijn daar met, met, naar Thailand gegaan. Ze hebben daar een PowerPoint presentatie gegeven en ze hebben maar de helft van het verhaal aan de thai verteld. Ze hebben daar aan die thai verteld dat meneer Van Laarhoven één grote drugshandelaar is en soft. Maar wat ze er niet bij hebben gezegd, is de andere helft van het verhaal dat het ging om gedoogde coffeeshops waar hij zijn winsten heeft gemaakt. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is ook niet blij met de arrestatie in Thailand. Uh, de taaien hebben onze informatie gebruikt om een zelfstandig onderzoek naar witwassen te starten. En dat is hun goed recht. Uh, en dat is wel te betreuren vanuit het licht van uh, Johan van Laarhoven gezien en zijn familie. En ik kan nogmaals benadrukken dat dat nooit onze bedoeling is geweest. Maar ik uh, kan niet de, uh, de autoriteiten in een ander land vertellen wat ze willen of niet moeten doen. Hoofdofficier Van de Voort vindt wel dat Van Laarhoven zelf een risico heeft genomen. Van Laarhoven ontvlucht Nederland, gaat daar wonen met zijn 12 miljoen en zijn nieuwe Thaise vrouw. Uh, dat is prachtig voor hem. En zolang dat goed gaat, maar op het moment dat de Thaai uh, een onderzoek naar hem starten, dan hoort daarbij dat je dan ook aan de wetten van dat land gebonden bent en daar last van kan hebben. En dat is wat er gebeurd is. Spong vindt de hele beschuldiging onzin. Hij vindt dat Van Laarhoven door toedoen van justitie ten onrechte crepeert in een Thaise cel. Rekent u maar, als hij uit die cel komt, als hij daar in Thailand wordt vrijgesproken, dan wacht er hier in Nederland een huizenhoge klim.